Wedstrijd onder leiding van Higler. En Willem II gaat aan deze wedstrijd beginnen. Voorafgaand aan de vijfde speelronde. Als de nummer 11 van de competitie met 4 punten uit 4 wedstrijden. Verloor van Heerenveen. Won van Heracles, gelijk tegen Emmen en verloren van Feyenoord. We zien de opstelling van Willem II. Want daar zijn wel wat aanpassingen in gedaan, noodgedwongen. Jong en Peters zijn er niet bij. En al wat langer geblesseerd. Herkens, Vriet en Kabangu. Hij bij de selectie, Jan-Ari van der Heijden. FC Twente in een 4-3-3 met Drommel in de goal. Achterin vervangt Dumic de geblesseerde Piri. Oosterwolde en Ebuwe zijn de backs. Middenveld ook geen verrassingen met Brama, Bos en Roemeratoe. Ja, hij heeft weinig problemen eigenlijk in zijn selectie, Ron Jans. Dus ook voorin kan hij kiezen voor zijn sterkste mannen. Met Cerny die er al 3 maakte. Danilo, goed voor 2 goals. En Menig, eentje tot nu toe in de competitie. Twente dat met 8 uit 4 natuurlijk uitstekend begonnen is. Wedstrijd van start. Keurdt terug bij Willem II. De eerste aanval van de thuisploeg, Femf Pavlidis. Nog niet verloren, Twente. 2 keer gelijk gespeeld en 2 overwinningen. Tegen Fortuna en Groningen, allebei in het eigen stadion. Uit is het allemaal wat moeizamer bij de Tukkers. Gaat terug tot vorig seizoen. Zo in de voeten van Cerny en die bereikt Danilo. Nou, dit zou de 0-1 moeten zijn. En dat is het al heel snel. Iets meer dan een minuut gespeeld. Een hopeloze fout in de opbouw. Maar Cerny die dat vervolgens voortreffelijk doet door gelijk Danilo te bedienen. En die maakt geen fout. Wat een zepert van Saglam. Cerny doorziet het. Ja, er is geen tijd meer om te stappen natuurlijk. Hij is veel te laat. Geen buitenspel. Danilo, oog en oog met Ruiter. Heel koelbloedig gebleven. Zo komt Twente al heel snel op voorsprong. Een enorme fout daar van Saglam. Waar de Tukkers van profiteren. Goed uitgespeeld. Rama naar Roemeratoe. Goed gespeeld door Twente. Ligt veel ruimte. Menig 1-1 nu met zijn directe tegenstander Owusu. Vinci Menig met de voorzet. Dat is niet slecht. Dat is niet slecht. Dat is ook weer dreigend. Met Bos en Danilo in het 16 meter gebied. Pavlidis. Maar eens even testen. Drommel. Maar die is uitstekend bij de les. Het hele seizoen al. Vorig jaar eigenlijk ook. Korte hoekschop van Keurdt. Saglam slingert hem dan voor de goal richting Holmen. En die dwingt Drommel tot deze reflex. Goeie kopstoot van de Zweed. Die indraaiende hoekschop, want aan de korte kant. Saglam uit de tweede lijn. Stelvolle save. Want Joël Drommel. Gedurfd naar voren gevoetbald door Saglam. Maar dan gaat het daarna mis bij Owusu. En daarna ook weer bij Roemeratoe. Dus weer Willem II. Pavlidis opgevangen door Pleguezuelo. En dan is daar Drommel die vol voor die bal moet gaan. Ook weer een halve mogelijkheid die ontstaat vanwege een zeer rommelig spel op het middenveld. Ik kan bij jou niet zijn. Wat weer in je rug? Danilo. Bos. Ligt er ineens een speler van Willem II lang uit. Eerlijk gezegd niet gezien wat daar nou weer gebeurde. Een hele rommelige eerste helft geworden. Tussen Willem II en FC Twente. En de volgende blessurebehandeling. Zit inmiddels in de 40ste minuut. Onschuldig wel met Danilo, maar zo onschuldig blijkt het dus uiteindelijk niet te zijn bij Sadiki. Willem II weer het elftal compleet maken met de entree van John Jeboa. Is dat gebeurd? Met de tweede lijn mislukt schot. Maar dat kan nog aardig uitpakken. Want hier is een geweldige kans voor Pavlidis. En als je het er nou eentje in staat zou moeten stellen bij Willem II om in die positie uit te komen, dan zou je zeggen dat is Pavlidis. Maar wat is het af en toe slordig van beide kanten. Zoals nu bij Holmen. En daarna weer de paas van Roemeratoe richting Danilo. Onbeholpen actie vervolgens van Holmen. Kost hem een gele kaart. Eerst Holmen die de bal zomaar inlevert. Vervolgens de tegenstoot van Twente. En dat leidt tot deze overtreding van Holmen. Feit af van Cerny richting de tweede paal. Dan staan ze behoorlijk vrij met z'n tweeën. Maar komen er niet uit. Pleguezuelo en Dumic. De centrumverdedigers die eigenlijk constateren dat die bal van Cerny perfect valt. Dumic heeft natuurlijk niet dat verfijnde wat aanvallers over het algemeen wel meer in huis hebben. Slordige bal weer zo in de voeten van Cerny. Dat gebeurt ook al heel snel in de eerste helft. Hier is Cerny. Krijgt hij de bal mee? Nee. Twente weer met de Ebuwe. Danilo. Ebuwe, carrière natuurlijk weer probeert aan te zwengelen in Enschede. Ebuwe, zoals dat ook geldt voor Halil Dervisoglu, aangesloten is bij de Tukkers. Brentford maar heel weinig minuten gemaakt heeft, Dervisoglu. Oud-Spartaan. En de wedstrijdselectie vandaag goed gedaan, dit door Menig, Danilo. Dan ligt het open voor Oosterwolde. Eerst naar zijn rechter, toch naar zijn linker en dan de goal voor Twente. Oosterwolde stelt het lang uit, maar drukt dan vol overtuiging af. En weer een snel doelpunt, nu in de tweede helft. Jaden Oosterwolde, zijn eerste in de Eredivisie. Dit is goed gedaan, Menig. Daardoor komt er ineens vaart in deze aanval, speelt de Twente het prima uit. Oosterwolde dreigt en in de korthoek. Ruiter geklopt, assist Danilo. Wat een overtuiging in deze uithaal van de linksback. Geen pen, het is 2-0 op. Kijk, daar is de pen. En noteren maar. Pavlidis. Twente weg met Cerny. Cerny, balletje aan de linkervoet. Bos zou het kunnen proberen. Bos en Ruiter klem vast. Net wat spitsvondiger allemaal. Het aanvalspel, zeker in de tweede helft van FC Twente. Keurdt. Holmen, is geen lekkere bal natuurlijk van Keun. Tresor. Dat is een goede bal van Tresor. Pavlidis, beetje ruimte om uit te halen. En Drommel kan zich dit kleine foutje permitteren. Danilo. Bos. Terugleggen door Bos. Als het idee, Saglam zit ertussen. Pleguezuelo lanceert zichzelf. Is ineens rechtsbuiten. Pleguezuelo. Wat kan die in die positie nou? Kan die hele aardige dingen verzinnen. Want het is een mirakel dat Bos hier niet de 3-0 binnenloopt. Cerny. Bos kan het overlaten aan Danilo. Zo krijgen ze wel wat tijd en ruimte bij Twente om dingen te verzinnen. En valt hij daar bijna binnen in de korte hoek. Voorzet van Ebuwe van richting veranderd wordt. En Ruiter met een reflex. Zo'n derde goal nog kan voorkomen. Wordt een handsbal gecheckt. Wat gaan we nou weer krijgen? De voorzet, ja, die gaat tegen de hand. En die hand is behoorlijk uitgestoken van Nelom. Die heeft gelijk door wat er in de gaten is. Dat is een strafschop voor FC Twente na een hensbal van Nelom. Dit was allemaal niet heel handig. Hier was de hand wel heel ver verwijderd van het bovenlichaam. De uitleg van Higler. Ja, als hij daar zo gelaten mee omgaat, Nelom, dan weet je wel hoe laat het is. Danilo, oog in oog met Ruiter, de Braziliaan, dribbelt wat en weet hem dan in eerste instantie niet binnen te werken, maar daarna wel. Herkansing voor Danilo en dan is het alsnog 0-3. knullige handsbal van Nelom. Na een uur spelen. Ruiter wacht lang, Slechte penalty van Danilo. Maar in de rebound is hij een stuk alerter. Oh, dit is net op tijd terug, Ruiter. Tresor op avontuur. De redding van Drommel. Beste moment van Willem II. Drommel krijgt er een vuist tegen in de drukte. Nou, dan komt Twente weer. Als ze opschieten is het 3 tegen 2. Als Lampoel opkijkt, dan ziet hij dat Danilo en Cerny ook mee zijn. Dat Ebuwe ook nog aansluit. Cerny afdrukken en op de onderkant van de lat. Dan kan het alsnog voor Danilo en de paal. Geen hattrick voor de Braziliaan. Dus even prijsschieten voor de Tukkers. Ja, prima omgeschakeld. Gort droge knal van Cerny. En daarna eentje van Danilo eroverheen. Dat blijft bij 0-3. Hier is Keurdt. Pavlidis. Tresor. Maar hier blijft het wel zo'n beetje bij. 0 tegen 3. En met name de eerste 20 minuten van de tweede helft speelde zijn ploeg uitstekend. De helft van Ron Jans na een rommelige eerste helft, waarin ze al heel snel op 0-1 kwamen. De blik van Adrie Koster is veelzeggend over het spel van zijn ploeg. De koppositie voor FC Twente uit Enschede. De Tukkers kunnen met de borst vooruitlopen de komende dagen.